Mooi. Mooie mensen. Zullen we eerst een paar grappen maken en dan beginnen? Of gelijk beginnen? Eerst een grap. Nou, wie hier zitten is een grap. Het is wel een toffe grap, vind ik meestal. Er staan een grapjassen in jullie. Net doen alsof je het niet weet, hè? Maar mij maar laten praten. Goed, we gaan beginnen. Ik kan me meestal vrij aardig uitdrukken, maar ja, een romantisch kwaaltje van me heeft toch zoiets van, de woorden van mijn guru zijn altijd mooier. Ik heb deze vanmorgen in de retraite al gebruikt, dus degene die daarbij waren, ja, die hebben pech. Misschien begrijpen ze hem nu. Zo ook, je weet het niet. Ja, oké. Nisargadatta aan het woord. En wat is de relatie tussen het bewustzijn en alle levende wezens? Het bewustzijn huist in de kern van alle wezens als de kennendheid ik ben, de liefde om te zijn. Wie die nectar proeft, is een ware toegewijde. Hij woont in die kennendheid. Hij is goddelijk. Als je voortdurend van die nectar drinkt, met andere woorden, als je voortdurend getuige bent van het bewustzijn of het besef van zijn, moet de geest zijn zwaartepunt verleggen. De aandacht van de geest, die altijd gericht is op oordelen en verschillen, wordt verlegd en opeens is er het bewustzijn zelf in al zijn aangeboren glorie. En dan gaat hij een tijdje verder, roept hij uit. Konden jullie alle andere geestelijke pogingen en disciplines maar opgeven en opgaan in het genieten van de Charam Amrita, het besef van bewustzijn, zou je kunnen zeggen. Door in het bewustzijn te blijven zal de geest zijn wurgende greep op je verliezen. Maar zoals de zaken er nu voor staan, slikken jullie als zoete koek alles wat de geest je voorschrijft alsof het van jou is. Als de geest stilvalt echter, waar ben je dan? Zodra je je nestelt in het bewustzijn, zal de werkelijkheid zich aandienen met kennis die als bronwater intuïtief in je opwelt. En daardoor zul je in staat zijn onderscheid te maken tussen wat werkelijk is en wat onwerkelijk is. Maar nog belangrijker, je verwerkelijkt dan wat je bent. That's it. Drie alinea's. Alles. Alles wat je weten moet, staat daarin. En dat weet je nu. Dus. Dit geldt overigens alleen voor hen die geïnteresseerd zijn in vrijheid. Zij die geïnteresseerd zijn in de voortzetting van zichzelf als persoonlijkheid, die moeten hier niet naar luisteren. Die doen er beter aan hun geest te blijven vullen met allerlei bewegingen en gebabbel. U kunt commentaar geven, vragen stellen, op de vlucht slaan, een hoera-gejuich uitbreken, dat is allemaal mogelijk. Of stil zijn. Hans, dat ziet eruit als een kip en het ei verhaal. Op het moment als je in staat bent om je bij het zijn te zijn of zo, en je ervaart dat, dan kan ik me voorstellen dat automatisch de neiging is om daar te blijven, omdat dat zo bijzonder goed voelt. Dat zou je op eerste gezicht wel denken. Zou je denken, ja. Maar het punt is, van, op het moment als je die ervaring hebt, dan is het makkelijk, zou ik zeggen. Ja, daarom raden we die ervaring ook aan. Ja. Om daar dus te wonen.
Dat is heel makkelijk. Maar ga door. Maar het punt is om inderdaad die stap te nemen. Dus van de week kwam het idee bij mij op van, in wezen vroeg ik me af, het zijn puur die ideeën die ervoor zorgt dat je aandacht gevangen blijft bij als je de persoon hebt. Yes. Alleen maar ideeën. Alleen maar. En de vraag is ja, hoe gooi je die overboord? Het hoeft helemaal niet. Je verplaatst je aandacht naar het besef dat je bestaat. En maak je niet druk over wat er verder bestaat aan ideeën, gevoelens en voorkeuren en al dat gezeur. Want al wat je ervaart verschijnt pas als het gevoel ik besta verschenen is. Ik ben. En dan komt pas denken en voelen en weet ik veel wat. Dat is de oorsprong. En dus ook de poort naar de andere kant, zal ik maar zeggen. Dus je nestelt je daarin, de ware toegewijde drinkt die nectar, die gaat in die bron zitten, in het besef, de ervaring, de woordeloze, hè, dus niet de gedachte ik ben, want dat is het ego. De ervaring, de woordeloze ervaring van zijn. Daar nestel je je in en maak je dus verder niet druk of er nu wel of geen gedachten zijn, of ze leuk zijn, of een beetje versierd, of het ergens over gaat of niet, is niet relevant. Loslaten. Ik heb dat nooit losgelaten. Ik heb gewoon mijn aandacht verplaatst naar het besef dat ik bestond. En achteraf zeg je dan dat de gedachten losgelaten zijn. Nee, je verlegt je aandacht. Aandachtsverlegging, ja. Want als je al die gedachten moet gaan zitten loslaten, dan moet je ze eerst vastpakken. Ja, dat is gewoon overbodig. Je verhuist gewoon. Ja. En je ziet dan dat de neiging van de geest zal zijn om steeds, na eventjes, weer achter een gedachte aan te gaan hollen. Of een fysieke sensatie of iets dergelijks. Iets in ieder geval. Dus je zou veronderstellen, zei je, van dat als je daar eenmaal bent, dat je daar dan blijft. Nou, bij een enkeling die wordt één keer die route uitgelegd, zal ik maar zeggen. En die komt er gewoon nooit meer vandaan. Dan is gewoon een eitje klaar. De meeste van ons zijn... Hoe moet je dat nou zeggen? Kies maar een woord uit voor de leuke. Niet zo vlot in ieder geval. Het is meestal zo van even een slokje en dan... Oeh man, ik had toch een ervaring? Alles viel weg! Ja, nou is het dan weer. Jammer. Natuurlijk wel. Die persoon die denkt namelijk dat hij de doener is. Nou, dan leggen wij die doener gewoon uit van verplaats je aandacht naar het zijn. Op het moment daar aangeland verdampt de doener en valt er niks meer te doen. Want laten we wel zijn, degene die niet denkt de doener of het ego te zijn, die zit zeker niet hier. Die zit niet na te denken over zelfonderzoek of ik ben mezelf kwijt of ik moet naar India of toch maar niet. Weet je wel, die is gewoon zichzelf klaar. Als je daartegen begint te ouwe hoeren over zelfrealisatie, ja, man flikt erop. Zoek eens werk. Heb je moeder al opgezocht met een bosje bloemen, man? Weet je wel, verlichting, schuit eruit, man. Zoiets zal hij zeggen. Is de afwas al gedaan? Goed. Ja, moeders hebben die neiging ook. Ja. Maar dat is niet altijd hetzelfde verhaal. Kijk, als zolang de geest nog niet helemaal doordrongen is van het besef dat zijn enige kans is opgaan in die bron, in dat zelf, in die ik-benheid, zal die blijven terugkomen. En in het begin vertrouwt hij de boel voor geen meter. Hij denkt, hij voelt wel van als hij daar ervaring mee heeft van hey, dit, eigenlijk is dit goed en heel natuurlijk. En eigenlijk is het meteen duidelijk. Van, ja, natuurlijk is dat zo. Maar ondertussen heeft hij nog zo'n 20, 30 belangen. Of 20, 30.000, dat ligt aan. En die, ja, hij heeft toch niet helemaal het vertrouwen dat het daar wel mee goed komt als hij ineens zichzelf wordt. Dus die schijngestalte, weet je wel, die heeft hij liever aan het roer zitten dan dat hij zelf aan het roer zit, weet je wel. Man,
Zo kun je wel rijk worden, maar nooit gelukkig. Wat niet wil zeggen dat geld ongelukkig maakt. En dat is weer wel. Een wijze niet in ieder geval. Dus we hebben een koppigheid nodig, zou je zeggen, op dit niveau aangeland. Die stelselmatig terugkeert naar het besef van zijn, of hoe je dat verder wil noemen. Iedere keer als hij merkt dat hij afdwaalt, nou weer een of ander fantasietje, of een oordeeltje, of een andere belangrijke opinie, waar dan ook over. Gewoon niks mee te maken met wat daar verschijnt, terug. Niet kijken wat er op het beeldscherm verschijnt, terug naar de projector, zeg maar. Naar het licht, voor de dia. Ja, dat is alles. En gaandeweg wordt dat systeem, zou je kunnen zeggen, en dat kan na één keer zijn, maar dat kan ook na 5 jaar pas zijn, wordt het systeem als het ware zo gevoelig, dat het steeds meer de neiging krijgt om automatisch in die natuurlijke toestand, als het ware, te zitten. Yes, of course. Kijk, je ego, dat noemen ze wel eens niet voor niks van, het is mijn tweede natuur geworden. Je bent gaan denken dat je dat bent, dus je investering zit daar. Die moet verlegd worden. Maar zoals iedere belegger, denkt hij verstandig te werk te moeten gaan. De gokker, de spirituele held, die pakt gewoon zijn hele handel, boing, oké dan, come on! Die zijn al weinig. Dus daar gaat meestal van, nou oké, weet je wel, 200 euro. Ja, dan kunnen we kijken wat de beurs doet. Misschien wordt het wel. Ja, maar ik heb ook nog hier en daar wat staan. En gaandeweg gaat het steeds meer mijn zak in. En er ook meteen weer uit eigenlijk. Ik weet niet wat het is met die zak van mij. Ik heb het boek waar het om gaat, dus ja, ik kan mij gebeuren. Het is uitverkocht, jammer hè. En dus zul je momenten tegenkomen in dat zogenaamde proces, dat het je ineens glashelder is en bij wijze van spreken in één handel alles wordt ingezet op het zijn. Tot er iets gebeurt. Iets waar je toch nog van schrikt. Of waar je toch nog ineens een belang hebt, blijkt hebben. En pssst, gaat weer een deel terug. Maar minder lang dan voorheen. Minder ernstig, zou ik maar zeggen. Je kunt niet meer helemaal in het verhaal schieten. Er is iets anders wakker geworden. Al is het maar 1%. Iets in je weet. Het is gelul. Dit is lafbekkerij, dit is indekken van 2 walletjes eten, handelen tegen beter weten in, whatever het mag zijn, iets weet het. En je krijgt op een gegeven moment ofwel de moed, hè, om vanaf dit punt te pakken, om gewoon terug te keren ondanks al die belangetjes en angstjes en weet ik veel wat, ja, of je hebt die moed niet, ja, dan stuiten je er vanzelf nog wel 10 keer tegenaan tot je hem wel hebt, want terug kan je niet. Als 1 gram Advaita is toegediend, die ontbrandt, vroeg of laat, zeker weten, er ontkomt niemand aan, weet je wel, ja, vroeg of laat, je kunt nog desnoods een diertour nemen van nog 30 jaar, maar aan het eind van die 30 jaar komt er ineens dat ene woord, die ene, van, oh shit, hij zei het nog. Ik wist het wel. Damn. Ja, ik dacht toch echt dat ik nog 6 cursussen moest doen. En dit of dat of zus of zo te worden. Voordat ik aan verlichting toe kwam. Hans? Ja, ik merk het nu zelf. Ik heb dus een ernstige zieke zoon. Hij is 20 jaar. En ja, ik voel dus nu... Ja, best wel van eigenlijk van het begin af aan zo'n innerlijke rust, zo van ja, eigenlijk zo'n vertrouwen. Yes. Van ja, wat het ook mag zijn, maar het is gewoon oké. Okay. Alleen toch merk ik dat ik toch nog in dat emotionele vlak zit. Ja, maar er wordt nooit gezegd dat dat niet mag. Nee,
Maar ik blijf er niet meer zo echt in hangen. Het is niet meer het enige wat er is. Nee. Het is er ook. Ja. En daarom mag het er in zo'n volte ook zijn. En eigenlijk is het nog mooi ook. Gevoelig kunnen zijn, geraakt kunnen worden. Maar niet daar helemaal door in beslag genomen raken. Nee. Alsof dat het enige is. Nee. En dat merk ik dus echt. Ja. Dat er niet meer is. Ja. Yes. Mooi. Ja. En dan hoef je dus ook niet meer, net als in de ego-toestand, bang te zijn, bijvoorbeeld voor verdriet. Of iets dergelijks. Zodat je dat hoeft te doen. Het hoeft niet meer. Het kan er gewoon zijn. En het vloeit weer weg. En is op de achtergrond ergens nog. Of komt nog een keer terug. En het is allemaal oké. Het vindt allemaal plaats in die oké-heid. Alles. Wat er ook is. Ja, en het voelt ook zo dat je er ook veel meer kan zijn voor je zoon. Yes, of course. Anders zit je daar met je ego, weet je wel. En hij is misschien ook bang of ongerust of in de war. En dan kom jij ook nog een keer met je hele zandkraam aanzetten. Nou, dat zal helpen. En ik voel gewoon dat hij dat ook voelt. Yes, natuurlijk. Dat kalmeert hem ook. Je bent verbonden met alles. Maar in eerste instantie, hè, op een bepaald niveau gekeken, meteen met degene nabij. Als jij in de war bent, is de ander het ook. Ja. Het is één energieveld. Yes. Kun je zeggen, is de gloedvolle aanwezigheid van zijn en dat wordt in alle stilte gezien? Wauw. Ja, vind ik goed. Dan nog werkelijkheid. Als dat de ervaring is, yes. Zeer gloedvol, geen tijd om na te denken, weet je wel. Geen tijd voor plannetjes of uitvluchten, gewoon bah, yes! Zijn, overal, intens of heel stil. Of heel vol, of kalm. Maar altijd heel, één, nu. Altijd nu. Ja. Het gaat ook samen met totale openheid. Ja. En dat kan alleen maar nu. Alleen maar nu. Er is alleen maar nu. Ja. We kunnen zeggen van bijvoorbeeld, kwam net ook helemaal op van, vorige week zaten we hier ook, weet je wel. Ja, dat zegt je geheugen, weet je wel. Maar je zit hier alleen maar nu. Dit is je leven, nu, weet je wel. Niet het verhaal van daarvoor en het verhaal van straks. Dat is het verhaal. Ik ga straks weer naar huis. Dan ben je diegene van straks, weet je wel. Die bestaat helemaal niet nu. Het is alleen maar dit moment. En als je pech hebt, een hoofd vol waanideeën. Die niet allemaal verwoord hoeven worden, maar die je perceptie sturen. Die je doen geloven dat tijd de enige realiteit is, enzovoorts. Al die dingen. Dat de vorm het enige belangrijke is, in plaats van de glut alleen dat het daarvoor heeft, die daaronder zit. Waar het uit bestaat eigenlijk, zou je kunnen zeggen, op energieniveau. Eén grote glut van zijn. Alles is dat. Wat je maar kunt kennen. En dat is niet in conflict met de andere werkelijkheid van ik zit hier en jij zit daar. Het is er ook. Het is niet de enige en het is de meest oppervlakkige. De meest onbelangrijke eigenlijk. Waar het menselijke ras zich voor het grootste deel heeft teruggetrokken. In de meest oppervlakkige manier van omgaan met de dingen. Die laag die het meeste controle lijkt te geven. En alles vernielt eigenlijk.
individuele levens, de complete planeet. Al die rotzooi die inmiddels rond die aarde heen draait. Nog even wachten, dan gaan we de maan tot vuilnisbelt bestempelen. Hè? Dat is best een goed idee. Er moet geld mee te verdienen zijn. En dan is het goed. Armzalig, man. Jezus. En dan, even terug. 1 millimeter je aandacht verplaatsen. Wauw, het is heel anders, man. Totaal ander verhaal. 1 millimeter anders kijken, weet je wel. Je hebt een compleet ander verhaal. Nog 1 millimeter anders kijken. No story. Het is zo dichtbij, maar de verschillen zijn gigantisch. Het is net zoiets als met pijl en boogschiet. Hier, waar je die boog vast hebt, 1 mm afwijken, maakt daarin zo'n groot verschil. Dan komt hij net in die gastank, weet je wel. Nou, het was al aardig in de richting, maar... Shit, hele kinderboerderij opgeblazen, man. De bedoeling was dat geitje te bevrijden. Als je heel even, bedoel ik daarmee, niet goed kijkt, niet ziet, maar kijkt, het lijkt op elkaar, maar is het niet hetzelfde, dan zit je gewoon in een hoop ellende gevangen. Zodra je kijkt als ik, als ego bedoel ik dan, zit je in een diepe probleem. En desondanks 1 millimeter je aandacht verplaatsen naar het zijn zelf. Welke problemen? Waar heeft u het over, meneer? Dat is allemaal bedacht. Dat is alleen maar een soort volheid in beweging. En jij, de stille getuige daarvan, blijft overeind, ondanks wat er ook voorbij komt. Of weer verdwijnt. Dat is een hele andere realiteit. Dat is de enige die stand houdt. Die niet gesteund hoeft te worden met allerlei meningen of ideetjes. Een vriend van mij, die zegt ongeveer dezelfde dingen als jij nu. Dat is fijn voor hem. Ja, maar ondertussen is hij dus echt hartstikke aan de drugs en hij leeft echt als een beest. En, ja, dat zou niet kunnen dan. Hè? Jawel, dat kan dus wel. Jawel, maar dat vind ik dus heel moeilijk te rijmen met elkaar. Ja, dat kun je ook niet rijmen, want die ideeën passen niet in jouw brein. Nee, en dat snap ik ook. En toch voel ik ook dat er bepaalde energieën bij hem zijn die gewoon heel heftig zijn en heel negatief ook. Ja, iedereen heeft nog wel wat. Ja, maar bij hem is het heel extreem. Maar hij heeft ook een enorme aantrekkingskracht voor mij. Omdat hij precies dat leeft wat, zoals het klopt, zeg maar. Hij is gewoon heel puur eigenlijk. Ja, zelfs in zijn krankzinnigheid. Ja, ja, dat heb ik nou ook. Hoewel die kan niet op prijs gesteld worden. Ja, maar toch vind ik het heel moeilijk om te dealen met die negatieve energieën. En die heel krachtig zijn. Waarom is dat zo mooi? Hè? Nou, er zit heel veel agressie in, heel heftig. Ja, gewoon wegwezen. Fuck you. Van hem? Of? Ja, natuurlijk. Als iemand agressief wordt, ja, bekijk het, doe dat tegen een ander, doei. Ja. Kom morgen wel terug als het over is. Ja. Daar moet je heel simpel mee omgaan. Met een agressieveling valt niet te praten op dat moment. Daarna wel weer, dan is de helderheid weer terug. Ja, maar omdat het zo extreem is, is het echt best wel moeilijk om daar mee om te gaan. Nee, dat is niet moeilijk. Hou het simpel. Zodra die begint, wegwijzen. Wat is daar nou moeilijk aan? Het wordt moeilijk door al je ideetjes. In mijn geval zou ik hem gewoon een hoek geven. Ja, ik zou dat jou niet aanraden. Dus laat het hem maar even uitzoeken. Zijn tent afbreken, whatever, waar hij zin in heeft. Of een grote kerel zoeken, buiten. Maar daar hoef jij toch niet allemaal gezellig bij te gaan staan, omdat je om hem geeft of zo. Nee, dat hoeft ook niet. En dat doe ik ook niet. Maar, ik heb heel vaak zoiets van, ik heb hier helemaal geen zin meer in. Ja, ik heb moeilijk met jou. Dan heb je toch weer die aantrekkingskracht. Dus dan ga ik toch weer naar hem toe. Ja, is dat is een mooi spel waar je verwikkeld bent. Ah.
Iedereen heeft nog wel iets om naar te kijken. Ook figuren die dit soort dingen zeggen als ik. Ja, dit soort dingen zeggen is trouwens niet zo heel moeilijk. Nee, als je iemand met een beetje verstand en die leest dit 4-5 keer, nou, dan kom je naar hem. Ja. Dan heb je ook nog kansen dat je soms op een vraag een goed antwoord geeft. Hoewel dat stuk al lastig is, als je niet uit de ervaring spreekt. Nee, maar hij spreekt echt vanuit ervaring. Good. Dat voel ik bij hem. Dat hij echt... En desondanks zijn er dus momenten dat de geest verduisterd is en die zich als een idioot draagt. En gedraagt. En dan kun je hem daar niet op aanspreken, want dat besef is er dan niet. Ja. Zo simpel is het. Nou, behandel dus de gek, zal ik maar zeggen, als gek. En de wijze als wijze. Maar zeg niet dat ze één zijn. Hier zien we alweer van, we doen net alsof het één iemand is. Strikt genomen op een energieniveau, één niveau dieper, zijn helemaal niet dezelfde personen. Het zijn twee totaal verschillende personen. En dan moet je dus niet op dezelfde manier mee omgaan. Dat doe je bij anderen ook niet. Als er twee kerels binnenkomen, de ene is heel lief, geef je die een hand. En als die andere doet, weet je wel, dan geef je die geen hand. Ja, tenminste ik niet. Knietje! Hé, hey, alles goed, jongen. Bah! Je vindt zo gek nog niet. Je kunt een hoop energie in kwijt, weet je. Wat is dit voor een pas in een situatie waardoor ik het dus van iemand die dus zeer gefrustreerd was over het een of het ander, waar ik totaal buiten stond, een ontzettende vinger kreeg. Niet een gewone, maar eentje waar het veel vanaf knapt. Ja, mooi toch? En ik zat in de auto. Ik stap op de rem. Ik zet mijn auto terug. Ik stap uit die auto. Ik zeg tegen die knul, zeg, wat deed jij daar? Nou worstel ik heel erg met de vraag. Welke vraag? Is dit mijn ego? Natuurlijk is dat je ego. Is het de kick die ik ben krijgen? Ja. Of stem ik gewoon niet toe? Stem ik zijn gedrag niet toe? Je stemt zijn gedrag niet toe. En tegelijkertijd is het ego wat anders reageert. Het zijn, ja, waar het eigenlijk... Want ik wil toch wel even terug over waar het over gaat als je het niet erg vindt. Ja. Het zijn reageert zo niet. Het is altijd de persoon, weet je wel. Maar dat is geen probleem. Dus worstel daar niet mee. Dan nog een keer daarbij. Dat is allemaal gebeurd. Het is allemaal verleden. Hoe kan je? Jawel, maar het is gewoon... Het is niet relevant. Dit gaat je niet helpen om wakker te worden. Dit heeft te maken bij het niveau van het ik. Hè, deze vraag in ieder geval van, ja, heb ik het wel goed gedaan? Dat bestaat niet. Daar is geen antwoord op. Dit is te veel van in de richting van hoe moet ik leven. Daar gaat het niet over. Je moet eerst realiseren wat je bent. En dan vervolgens... Nobody knows hoe je dan bent. Wat er dan gebeurt. Hoe je het dan ziet. Eén ding weet je zeker. De manieren zoals je nu kijkt... gaan scheuren vertonen en alles is mogelijk. Maar je kunt nooit weten of het goed was of niet. Want er zijn op iedere situatie 1000 perspectieven mogelijk. Daarom zeg ik wel net een beetje zo de kant op van beuken. Maar ik sla nooit. Dat heb ik ook niet nodig. Maar als het moet, kan het wel. Dat wel. En ermee zitten naar de hand. Nee. Nooit gehad. Wel met die bulten, want ze sloegen meestal terug. Zijn, terug. Eén ding is in ieder geval duidelijk. In eerste instantie op het niveau van gedrag kun je niet vinden wat een bewijs is voor wijsheid of niet. Al was het alleen al om de simpele reden dat jouw brein zo vol zit met allerlei normatief en cultureel en regionaal gebonden plaatjes, dat je dat helemaal niet, sowieso al niet kunt duiden. We hebben allemaal ergens in ons echter een soort beeld van hoe een vrij mens zou moeten zijn. En daar meet jij vooral jezelf aan af. En wat schiet je hopeloos tekort, nietwaar? Nou, dat is wel zo blij. Want dat beeld bestaat niet. Dat beeld is wat het is. Het is een beeld. Maar op het moment dat jij werkelijk jezelf bent, uitzicht dat ook in wat we authentiek gedrag noemen.
niet bedacht, of zoals ik het anders wel eens zeg, niet met voorbedachte raden, maar gewoon een respons nu op een situatie die er nu is. En dan komt die respons en het volgende moment is dit moment van die respons dus weg. En het verdwijnt uit de geest. Terwijl de neuroot er nog 3 dagen later mee bezig is. De gewone mens dus. Hele dialoog. Nog een keer het hele filmpje bekijken, weet je wel. Dat gedoe. Nou, dat is soms goed. Als het echt belangrijke dingen betreft. Maar die zijn er niet zoveel. Ja, ons gemiddelde leven is toch van ja, een beetje het IKEA-niveau. Hè? Ja, dat is niet zo heel ingewikkeld. Toch? Ja, ze schieten niet op ons over het algemeen, weet je wel. We hebben onze buik eigenlijk allemaal al lang vol van al die rotzooi. Onze geest ook, met al die troep die van de buis afkomt. Vandaar dat je ook hiermee bezig bent, weet je wel. Dit is nog een uitdaging. Of je voorbij je eigen ideetjes kan komen. Dat is een andere koek. De rest is best te doen. Een paar meningen en je bent iemand en het is klaar. En dan heb je zo werk en geld en partner. Dat is mij toch niet gelukt hoor. Ja, sommigen die verliezen worden, denk ik. Ja. Maar ja, dan is er wel weer ruimte voor iets anders. Ja, misschien wel voor een heleboel ietsjes anders. Ja, je weet het niet. Maar in ieder geval ruimte. Dat is zeer zeker zo, ja. Ja, ik zei het al een keer toen we het erover hadden, van als je inderdaad, hoe moet ik het zeggen, verzeild raakt in dit soort dingen, dan loop je de tweede kans wat onecht is, in je en om je, dat je dat kwijtraakt. Dat is ook precies waarom het ego, met al die investeringen waar ik het over had, in eerste instantie niet zo heel enthousiast is als dat vlammetje ineens begint op te spelen. Want die ziet de bui al langer, weet je wel. Want die weet gewoon waar al die leugenachtige investeringen, als ik het mild mag zeggen, zo in zitten. En die weet dat dat op de helling gaat. Dat is eigenlijk al zo. Op het moment dat hij daarvoor bang begint te worden, dan begint de boel al te glijden. Maar je blijft terugkomen, weet je wel. Ontken je het en je gaat gewoon iets anders doen. Probeer het weg te stoppen. Je start je op je werk. Of op iets anders. En dan is het shit. Ik kan het niet uitleggen, maar ik voel gewoon wat ik aan het doen ben. Is gewoon fake. This is not what I am. Hier ga ik niet blij van worden. Maar ja, die hypotheek en mijn vrienden. En dat wordt erger en erger. Dan lees je toch een keer zo'n boek. Godverdomme, daar heb je het weer. Ja, het goddelijk beginsel. Je bent dat zelf. Godverdomme, dat ben ik, man. Ik ben vrij. Ai, ai, ai. Nou, toch een nek. Ik hoef niet zo'n sukkel te zijn. Dat ben ik niet. Ja, en dan huilen, hè? Ja, maar goed, dit is een serieuze zaak. Je moet er toch allemaal knap moeite voor doen, weet je? Ja, jullie dan, hè? Je moet er heel veel moeite voor doen, totdat je ineens inziet dat het allemaal moeiteloos is. Gekke staat. Ik ook maar jaren ben ik daarmee bezig geweest. En ik zag wel dat dat daar stond, moeiteloos. Ik kon daar niks mee.
Maar de hoofd ook niet, het deed iets met mij, want het hield me bezig, weet je wel. Het verplaatste mijn aandacht, het maakte scheuren in de muur. Ik begon in te zien dat al mijn strategietjes op inspanning berust waren en op een of ander doel daar ging. En het begon zo'n besef te komen van, ja maar wacht eens even, als er al iets kan gebeuren, dan moet dat toch nu gebeuren, niet straks. Maar dat staat straks, weet je wel. Maar dat staat. Dan roep ik wel, straks. En dan valt het stil. En dan ben je nu. En dan zie je ineens, man, het is allemaal overbodig. Het is allemaal onzin. Ik hoef niets te doen. En dat is het begin. Dan kom je er steeds vaker in terecht. En je begint tegelijkertijd, als je daar even niet in terecht komt, ongeduldig te worden. Want eigenlijk wil je daar wel zijn, maar soms. En je denkt nog steeds dat jij het doet, hè. Maar het doet jou. Het pakt je gewoon. En op een gegeven moment ben je niet bang meer, weet je wel. Hoe minder bang jij wordt, hoe makkelijker je pakt. Het is alleen maar tikken nog even. Toen je nog eigenwijs was, was het boing. En toen je ontvankelijk werd, was het alleen maar, oh ja, een hele kleine reminder, weet je wel. Okay. Beginnende zoeker, die heeft altijd heel veel knuffels en geregeld een soort pak slaap nodig. De knuffels doet de leraar, het leven doet de rest. In sommige gevallen dit ook, hè, wat er nu gebeurt. We hebben geen idee van wat er gebeurt, hè? Je kunt er op verschillende manieren naar kijken. We praten gewoon over wat dingen, weet je wel. En dan kun je dan stomzinnig vinden of wijs, of kun je van alles van vinden. En de andere heb je een energieniveau, weet je wel, die, daar gaat het eigenlijk veel meer om. Je zit overal gewoon in je systeem te rommelen, dingen om te zetten. Die hele informatie die gegeven wordt hier, zelfs die woorden, worden compleet in dat hele systeem, in die body-mind opgeslagen. Je zult ze niet meer kunnen reproduceren, als het goed is. Maar ze worden opgeslagen, geassimileerd. Ieder woord. En het gaat niet om die woorden, want het zijn alleen maar voertuigen van die energie, van dat zijn zelf. En ieder woord komt binnen, iedere seconde, iedere aanraking, iedere blik. Ieder moment dat er niets gezegd wordt. Wat je er ook van vindt, het dringt binnen. The invasion has begun. En in het begin zul je vooral op zo'n plek als dit het merken. Daarom zul je ook komen, omdat je voelt van, ja, het is eigenlijk overal wel, want dat heb je toch al snel wel gehoord. Oh, maar ik voel het hier sterker. Oké, good. En het systeem wil dus drinken. Oh. En op een gegeven moment wordt de verbinding zo sterk en de helderheid zo sterk, dan hoeft dat niet meer. Dan is die verbinding er gewoon. En dan kun je zeggen, het is de verbinding met Hans, of de verbinding met zijn, of geef het maar een naam. Het is met jezelf uiteindelijk. En dan blijft het zichzelf als het ware voeden. Het wordt steeds sterker tot er niets meer te voeden valt en alleen maar dat is. Het is het proces, zo zul je het beleven. Er is alleen maar dat, maar jij zult het beleven als persoon, als een proces. Van een steeds voller worden, een steeds helderder worden. En het enige wat er eigenlijk gebeurt, is dat je weerstand tegen wat je wezenlijk bent afbrokkelt. En jij noemt dat vanuit het ego-proces of perspectief mijn zoektocht, mijn inspanning, mijn verdienst. Nee, van binnenuit wordt als het ware gewoon de weerstand vernietigd, opgelost, gesmolten. En jij zegt dan, ik heb mij overgegeven. Dat is vanuit jouw perspectief helemaal waar. Maar het is niet waar. En op een gegeven moment ben je alleen nog maar met pijn en moeite tot enige identificatie te krijgen. Waar je je dan precies op dat moment in ieder geval verschrikkelijk druk om zal maken, omdat je weet dat het bullshit is.
En dat je niet kan begrijpen dat het je toch nog even bij de strot grijpt. En dat is ingebouwd om ons wat deemoedig te houden. Ik vind dat heel mooi, dat principe. En net op het moment dat jij wil uitroepen, ik ben alles, flikker je net over die stoeprand heen. Yes, applaus. Good. Krishnamurti, toch geen kleine jongen, die kreeg zo op een dag zo kwaad dat hij uitschreeuwde, ik heb geen ego! Iemand zei aan de ego van jou met dat Piet Luttige gedoe, ik heb geen ego! Zo, wauw, foto! Dat kwam niet vaak voor. Er zijn gelijk hele volkstammen die hem niet meer als leraar waarderen. Want zij mogen 50 keer per dag in een ego-kramp schieten, maar hij niet één keer, weet je wel. In 60 jaar, stelt je motherfuckers. Ja, maar jij bent verlicht. Ja, jij mag niet kwaad worden. Ja. Jij bent ook hetzelfde bewustzijn, eikel. Ja, jij mag wel iedere keer kwaad worden. Come on. Ik heb fietsen, man. Verlichting betekent niet dat je gezond verstand verlicht. Die krijg je dan pas. Ik ga me nog druk maken. Rustig. Dat is goed voor mijn hart, zegt de dokter. Welk hart? Er is maar één hart. Man, flikker op. Met die beta-blokkers. Er is niks mis met mijn hart. Dat kan helemaal niet. Ja, maar die... Ja, god. Dat is één cel, man. Dat is één cel. Dit hele ding is één cel van wat ik ben. Nog niet eens. Een elektron. Is dit nou helpend? Ja, ik vond het wel fijn, hoor, maar of je daar nou iets aan hebt, ik weet het niet. Ik moet er iets aan hebben. Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Snaar is een goede vraag. Dankjewel, Peter. Kom, stel eens een spirituele vraag. Waaruit blijkt dat je ook wat gelezen hebt. Ja. Dit is een ervaring die ik... Oh, fijn. Volgende week. Ik merkte van de week een paar keer dat ik... dat heb ik al eens vaker gezien. Dat als ik heel erg aan het denken zit en het associëren en zo, dan raakt het lichaam heel erg... Als het ware een voorwaartse beweging. Alle spieren zijn gespannen. Ja. Vaak zag ik dat gewoon. En merkte ik dus dat ik mezelf dat verhaal als het ware zit te vertellen dat ik me slecht moet voelen of gestrest of zo. Ja. Op dat moment is dat ook meteen weg. Yes. De waarheid bevrijdt onmiddellijk. Ja, yes. Dit komt niet zo vaak veel te doen. Ja, het is een begin. Vanuit de proceskant merk je gewoon, omdat er komt, flitsen worden dat vaak genoemd. Er komt een keer een flits en dan voel je, wow, wat gebeurt hier, weet je wel. Maar op een gegeven moment merk je dat die flitsen vaker beginnen te komen. En dat ze wat langer gaan duren, enzovoort. En nog vaker, en nog langer, enzovoort. En op een gegeven moment is het gewoon omgekeerd. Dan zijn er af en toe flitsen van duisternis, zou ik maar zeggen. Van idioterie. Dat is aan je ervaringskant hoe dat zich voltrekt. Dus dat is uitstekend. En maak je dan vervolgens dus niet druk als het weer voor je gevoel weggaat. Dat is de kunst. Om te zien, want er is tegelijkertijd de mogelijkheid rondom en tijdens zo'n flits om tot realisatie te komen. Als je kunt zien dat jij de getuige bent van zowel de verwarring als de flits van helderheid, wauw, dit is wat ik ben, en daarna het wegtrekken ervan, dan ben je er pas echt uit. Goed opletten. Vooral tijdens flitsen. Alleen de pest is, you're blinded by the light op dat moment. Maar ik vertel het maar even bij, de volgende keer. Want dat komt er al mee. Ja, daar gaat ie. Ja. Peter kan me straks even ondersteunen doorheen. Oké. Okay. Ja, dan komt het goed. Maar dat is wat er gebeurde. Want waar de meeste mensen in terechtkomen een tijd lang. En dat is best wel een lastige periode. Hè? Ik zal maar zo toegefelijk zijn om het over het proces te hebben. Dat je een soort pingpong gebeuren krijgt van helderheid en weer complete idioterie. En die voelt dan ook nog erger ook dan toen je niks wist.
Want toen, ja, je wist niet beter. Nou steekt dat zo schril af. Hè? En dat toch al steeds helderder wordende besef. En dat je dus je vreselijk druk gaat zitten maken als het zich terugtrekt. En ook altijd op die Calvinistische manier van ik doe iets verkeerd en ik deug niet en het wordt ook nooit wat met mij en zo. Dat gezeur. Terwijl je gewoon moet blijven kijken en doorademen. De helderheid kwam en de helderheid ging. De onwetendheid kwam en de onwetendheid ging. Wie ben ik dan? Die wakkere daarginds? Of die onwetende? Of geen van twee? Degene die daarna zit te koekeloeren. Dan hecht je meteen niet meer aan die flits. Net zoals je in één keer niet meer hechtte aan het verhaaltje over die kramp. Boom. Klaar. Dan ben je eruit. Dan maakt het je geen zak meer uit of er helderheid is, of liefde, of verwarring, of wazigheid, of verlangen, of whatever. You see? Dus er is een soort dubbele functie. Dit hele satsang gebeuren werkt op twee niveaus tegelijkertijd. Het geleidelijke en het onmiddellijke. En ieder moment is er kans op het onmiddellijke. Ieder gemist moment werkt in je door in de tijd. Zo zou je het kunnen zijn. Maar iedere seconde is een realisatiemogelijkheid. En vroeg of laat komen die twee kanten als het ware samen. Klaar. Einde verhaal. En of hij, die er dacht te zijn, daarna nog lang en gelukkig leeft, er is niemand meer die daar iets van vindt. Oh, hoor ik zo denken? Oh, dan moet ik nog zien. Dat zeg jij nou wel? Geintje. Het is wel een verhaal. Wat zei? Het is wel een verhaal. Wat het hilarische is, het meest hilarische is natuurlijk dat jij zelf zult ontdekken dat je datgene bent wat aan jouw zogenaamde ontwaken voorafgaat. Dan weet je pas dat je echt thuis bent. Als je echt nog denkt, hè, want dat kan. Je hebt van die mensen, hè, die denken dat ze verlicht zijn. Ken je die? Ja. Run and hide. Weet je wel. Dat gaat dus niet, hè. Dan is het iets zo'n piekervaring waar iemand in zit. Nou, die kan... voor maar 3 maanden duren. Het is net echt. Het is net echt. Maar het is het niet. Ook die moet je overleven. Ook die moet je doorzien. Dat is de moeilijkste. De moeilijkste. En je denkt echt dat het echt is. En het is geen schande hoor dat je daarin terechtkomt. Of als je daarin terechtkomt. Als je er maar weer uitkomt. Als je jezelf maar relativeert. Maar dat is lastig, hè? Verlicht ego relativeren. Oeh, die zijn taai. Dat is echt erg. Ja. Maar goed, het is tijd voor de thee. En wie weet waar we het dadelijk over hebben. Okay. Iemand iets te melden? Weten dat ze liefde zijn. Dankjewel. Kom, stel eens vragen, jongens. Doe eens een beetje mee. Nee, ik wil alleen maar zeggen dat net
besefte dat het feit dat ik hier zit, is alleen maar om steeds meer te horen. Dat ik eigenlijk al weet wat ik zoek. Of dat ik niet echt zoek, maar... Yes. Maar dat, het gewoon, dat moet gewoon heel vaak gezegd worden. Of bevestigd worden. Mm. Ja. En dan kun je hier dus ook alweer anders zitten, zal ik maar zeggen, dan vanuit die zoekbeweging. Dat is veel ontspannender. Yes. Mooi. Anders. Maar dat vind ik ook het, hierop aansluitend ook het gekke. Het zo totaal weten en toch ook af en toe weer het. Maar ja, waar je het net ook al over had, zogenaamd was de moeilijke fase. Dat je zo in dat ego komt. En daarom zal je doorgaan, hoe je dat ook verder omschrijft of zo, net zo lang, totdat je 100% tevreden bent. Ja. Zodat het helemaal compleet is. En daar, kun je, daar ben je zelf alleen de uiteindelijke bepaler van. Iedere zo kiem. Zo evident. Ja. En zo... En af en toe denk ik, ja. Maar iedere kiem moet eruit. Je moet verdampen of opbranden of hoe je het wil uitdrukken. En dat proces gaat gewoon door. En het mooie is, op een gegeven moment, hè, ook weer allemaal aan die proceskant, ben je een bepaald punt voorbij en dan gaat het gewoon vanzelf. In het begin gaat het helemaal niet vanzelf. En dan gaat het gewoon. Ook in die dingen die dan, hè, die krampen die dan nog optreden of zo. Omdat dat zien wakker is, om het maar even zo te zeggen, is iedere kramp gigantisch leerzaam en reinigend en weet ik veel wat. En wordt veel minder al als probleem geduid. Dan daarvoor. Ja. Het is nog wel heftig en het doet pijn. De tranen kunnen over je wangen rollen. Maar tegelijkertijd is het stil. En het is goed. En het is een uiteenvallen van iets. Het is helemaal oké. Ook al jammert het lichaam nog. En vroeger dacht je inderdaad dat helemaal te zijn. Dus verloor je je verstand bijna. Dat gaat niet meer. Nee, je kunt niet nooit meer denken dat je het bent. Exact. Iets doet niet mee, zo druk ik het vaak wel uit. Zelfs als ik woedend ben en zelfs als ik gelukkig ben, iets is daar vrij van. Je kunt dat nooit meer niet zien. Exact, exact. En de rest is, hè, zeggen we dan, en er zijn allerlei theorieën over, maar gewoon het uitrollen of opbranden of uitdoven van neigingen. Maar dit is wel een frustrerend stukje, want soms... Yes, zo voelen we dat meestal. Ja. Wat aanduidt dat er dus nog een kiem zit. Ja. Het is voor het verstand namelijk onbegrijpelijk. De rechtstreekse ervaring is totale vrijheid en de body-mind reageert op gezette tijden als een volslagen krankzinnige. Daar valt niet te rijmen. Voor dat wat je wezenlijk bent is geen enkel probleem trouwens. Maar omdat de nadruk in zo'n aanval toch al op de body-mind ligt, gaat die roepen van, oh shit, en dit en dat, en hoe kan dat nou? Ja, van alles en nog wat. Totdat die grinnik weer omhoog komt. Okay. Here we go again. Nog maar een keertje. En daarna is het weer brandschoon. Alsof er niets gebeurt. En zo is het ook. Bizar, onbegrijpelijk, onbegrijpelijk. Ja, maar het is zo onbegrijpelijk. Yes, maar aanvaard dat zo, maar, ja, dat het onbegrijpelijk is. Dat is het helder. Yes, desondanks. Er is een straalblauwe lucht en ineens bliksem met de regen. Je hebt die wolken niet zien komen. Blind, zomaar. Een wonder. Yes, indeed. En dat is nou net het mooie van wonderen, die zijn niet te begrijpen. Hou zo. Zodra het te begrijpen is, is het geen wonder. Ik begrijp er ook niets van. Het is ook niet te begrijpen, hoewel we daar allerlei verstandige dingen over zeggen hier, hoe iemand wakker wordt. Ook niet hoe die in slaap sukkelt. We weten maar één ding, en daar gaan die echte boeken over. Verblijf in het zijn zelf.
Of grijp de ik-gedachte. Gewoon pak de zaak bij de wortel aan. Als je dan toch denkt iets te moeten doen. That's it. Maar wanneer inderdaad, zoals jij er straks zei, die appel valt. Nobody knows. Maar dat die gaat vallen, oh yeah. Als dit eenmaal binnen is. Als dit één keer gezien is. Als er één flits is doorgedrongen. Dan gaat er iets gebeuren. Zo'n beetje zo'n domino effect. En soms loopt dat heel lekker. En soms lijkt het even stil te staan. En oh man. Het gaat niet verder, ik kom niet dieper. En dan zie je ineens weer, oh shit, daar sta ik weer. Die wil weer dieper en weer verder. Ik vraag me iets af. Ik heb zelf de ervaring, zeg maar, of ook de gedachte en de angst, denk ik. Hoe dieper ik daarin zou zakken, zoals jij dat allemaal zegt, dat ik dan niet meer met om kan gaan in mijn dagelijks leven. Mm. Ja, zo'n gedachte kun je hebben. Ja. Maar zie het voor wat het is. Het is een gedachte, een angst, een aanname. En wat is dan de ervaring als ik die... Dat is geen idee. Je ervaart het zijn als je jezelf realiseert. En er is helemaal niet een bezig zijn met wat anderen daarvan vinden. Weet je, de pest is het onechte van het valt van je af. Dus op dat praktische niveau heb je dik kans dat er een paar mensen dat niet zo gezellig vinden. Je hebt overigens net zo dik kans dat een aantal andere mensen dat heel tof vinden. Want in feite verdwijnt de moeilijkdoener uit je leven. Wat verdwijnt er? De moeilijkdoener. De probleemmaker. Dat is wat er gebeurt. Die valt eruit. Maar het is een hele begrijpelijke angst. Maar die hoort waar die hoort. Namelijk bij het ego. Het ego is daar bang van. Dat hij het bekende kwijtraakt. Als hij het onbekende betreedt. Ja, in zekere zin is dat zo. En soms heel drastisch. En in andere gevallen helemaal niet. Dat het heel gladjes. En dat hangt er vanaf een beetje. En waarvan weet niemand. Maar op een gegeven moment zul je gewoon zien. Bijvoorbeeld op een sfeer van omgang. Dat er heel veel. Hè, als er een beetje waarheid in je wakker wordt. Kun je zien dat er heel veel onechte dingen zijn. In je manier van doen. Zal ik maar zeggen. Of hoe mensen met elkaar omgaan. Je gaat daar niet tegenhouden. Om daar genoeg van te krijgen. Dat gaat moeilijker worden. Om te manipuleren of oneerlijk te zijn. Of op zo'n wijze tegemoet getreden te worden. En daardoor zullen er dingen veranderen. Dat is altijd zo. Ja, maar ik heb het gewoon op een gegeven moment toch weer losgelaten. En gewoon maar weer voor die rol gekozen. Ja, toch maar je zit al dat je daar niet volhoudt. Want nou zit je weer hier. Ja, misschien doe je nog een poging. Verstop je je nog een jaar of zo, weet je wel. Maar het knaagt door. Het is net als een rat in de binnenmuur, weet je wel. Het gaat toch lekker. Er is no way back. Ja, precies. Daar is niks aan te doen. Wat je eenmaal weet, kun je niet meer ongedaan maken op dit terrein. Een traumaatje kun je nog verdringen, zou ik maar zeggen, weet je wel. Maar waarheid, never niet. Want op het moment dat je hem verdrinkt... gaat die bel aan. Je weet het. En het wordt toegestaan hoor, dat je er een doekje overheen gooit en de andere kant op kijkt, wordt allemaal toegestaan. En onderwel. De waarheid is nooit bezorgd. Je heeft ook geen haast. En die angst, die hoort bij het ego en die zal dus verdwijnen. Dat is het mooie. Eerst zijn we bang om het kwijt te raken en dan op een gegeven moment dan begint dat ego te verdampen. En tot onze vreugde soms, hè, dan raken we nog wat extra gestimuleerd, beginnen er gewoon wat angsten weg te vallen. Hé, leven is zo gek nog niet. Ik heb een tegenslag, ik vind er eigenlijk niks van. God, vorig jaar zou ik... Er komt gewoon geen respons. Vrij. Al die angstjes en al die ideeën, weet je wel. Daarvan raak je bevrijd. Wat is bevrijding? Bevrijd worden van al die waanbeelden.
Die onnodige angsten, onnodige verlangens, onnodige eisen en voorwaarden aan jezelf en aan anderen en aan de wereld. En zelfs aan de guru. En dus niet, zoals de oude tijger zei, door erover te houden roeren. Maar door in contact te komen, om het maar zo uit te drukken, met die essentie. Het feit dat je bent. Het besef van bestaan. Daarin lost alles op. Daarin wordt alles beantwoord, omdat de vragen worden vernietigd. En wat je hier kunt voelen, die energie, sfeer, dat is maar een veruitlijking van dat van binnen. Die komt van binnen. Ik zei het vorige week ook al, geloof ik. En die duwt je daar een beetje in, weet je wel. Maar dit is een verdunning. Hier. Soms wordt er een vraag gesteld en dan denk ik van ja, dat zou ik ook willen vragen. En het maakt niet uit of de vragensteller vraagt of het blauw is, want hij zegt altijd dat het groen is. En zeg je dat het groen is, dan zegt hij dat het blauw is. Het lijkt aan een spel van hem. Is het ook? Een spel wat erop gestoeld is jou te bevrijden van ieder concept over de werkelijkheid. Hij beantwoordt niks met een ja of een nee. Of een gelijk. Het is een constant. Net zolang totdat jij helemaal stil bent. Ja, dat is ook heel erg. Dat is ook heel erg. Nou, even niet. Ja, dat is oké. Maar zo gaat het. Als iemand namelijk, we zijn er al over bezig en iemand roept bijvoorbeeld, oh meester, ik zie helemaal in, ik ben bewustzijn. Nee, weet je, dan zegt hij, gelul! Gelul, ja. Want wat er gebeurt namelijk, is dat die geest alleen maar van positie verwisselt en nu het idee begrijpt, ik ben verlicht. Daarvoor had hij het idee, ik heb niet verlicht. Weg ermee! Wat ben je zonder dit idee? Ja. Daar gaat het om. Daar gaat het om, ja. Yes? Dat vind ik ook de angst, want om naar een satsang te gaan, of nou daar zit, of ik zit hier... Het is mijn angst om projectfaciliteerder te worden. En iedere vraag die je stelt. Ik zou eigenlijk liefst in een hoekje zo gaan zitten. Dan ben je heel dapper blijkbaar. Je zit redelijk vooraan. Dan ben je heel dapper. Ja, ik kan niet allemaal zo. Wordt allemaal geregeld. Nu zit je helemaal vooraan. En het is al de tweede keer dat je iets zegt. Ja. Wauw. En dat wat je bent, is daar moeiteloos getuige van. Van en de spanning en het feit dat dit plaatsvindt. En het kan een verandering teweeg brengen in je body-mind, maar niet in wat je bent. En al die veranderingen zul je zien voltrekken enzovoorts, maar dat wat het zit, blijft één en dezelfde. Wauw. Dan zeggen ze nog, dat levert niks aan. Maar er zal niet toegestaan worden, inderdaad, in dit spel dat jij je vastnagelt aan de een of andere nieuwe overtuiging. En dat is liefde en actie. Want als je dat wel doet namelijk, dan moet er via het leven weer een reality check komen. Weer een knal voor de kop. Nou, dat besparen we aan je liefde. Liever. Het hoeft niet. Net zo lang doorbeuken tot er geen enkel concept meer nodig is. Tot het je glashelder is dat dat wat je bent geen enkele ondersteuning nodig heeft. Van nog lichaam, nog denken, nog voelen. Zo simpel is het. Je maakt mij werkeloos. Ja, dat hoor ik wel vaak. Maar één geluk. In dit soort zaken zijn maar heel weinig mensen geïnteresseerd. In andere zaken des te meer. Ja. Dus dan moet je ze gewoon niks hierover vertellen. Het is gewoon een lijntje over. Ja.
En bij ieder groepje wat je aan het laantje houdt, er zit er altijd eentje bij. En die ga je niet tegenhouden. Maar die mag hier komen. Die ene. Er is altijd eentje. Die wil weten hoe het zit. En als die het echt wil weten. Oké. Hier tekenen. Op een blanco velletje. En dan moet je echt willen. Dat is het gekke, hè? Je moet niks willen, je kunt niks doen, maar dit moet je echt willen. Begrijp dat maar eens. En je kunt er niks aan doen, of je dat wel of niet wil. Ook dat nog eens een keer. En dan moet je uitzien te vallen. Ik doe afstand van alles. Nou, dat kan het ik niet, hè? Nee. Maar dan komt het wel op neer. Maar dat is niet een beslissing van het ik, maar een gevolg als het ware van inzicht. Of aanraking, of hoe je het wil noemen. Dan doe je spontaan afstand, zonder enige moeite. Van welke overtuiging ook. Zomaar. Zit je nog iets vast, weet je wel. En die hand die gaat gewoon open, vanzelf. En dan gaat die heen, een vlindertje. Even een beetje die vleugel recht trekken. Weer een overtuiging bevrijd. Weer een angstje losgelaten. Het bleek ook alleen maar hetzelfde spul, dezelfde energie te zijn. Was helemaal niet eng. Was alleen maar eng zolang ik niet durfde te kijken, zo weet ik. En soms, bij sommigen van die zoekers, kan zijn dat er hier ook een tussen zit. En dan nader je zo, zoals Marianne het van de week uitdrukte, de afgrond. En dan, oh man, dan word je pas bang. Weet je wel, zo bang ben je nog nooit geweest. Je wist niet waar angst was voor dat moment. En dan weet je, dan ben je er bijna. Dan moet je een paar keer, word je zo naar die rand geduwd. Ah, weet je wel. Net zolang totdat je niet meer, oké. En toen, oh ja, mag wel even, hè. Ja. En toen had ze zoiets van, nou, ik geef gewoon mee. Van, doe maar, nee, ging het. En toen wou het ego springen, hè, maar dat gaat niet. Je moet springen zonder te springen, snap je? Er is gewoon iets wat gebeurt. Ik zei, als water, ineens. Daarom werkt dat niet, hè. In het begin, zoals ik gezegd heb. Dan moet je er tegenaan. Je met de haren naar dat zijn toeslepen. Lezen, weet je wel. Je hersens breken over die onbegrijpelijkheden. Die Advaitische wiskunde. En eerst probeer je het hier te snappen. En je moet je best doen, weet je wel. Maar op een gegeven moment dan is er iets anders. Die brengt je naar die rand. En dan kun je niet gaan zitten duwen. Of zoals ik zei van die deur. Je kunt bij die deur gaan zitten. Bij dat zijn. Maar je kunt je niet door die deur heen beuken. Dat gaat niet. Dan is het nee. Zo, klik, extra slot erop. Shit. Zitten daar, zitten. Er werd alleen maar gevraagd zitten. Niet binnendringen. Ook niet een eindje gaan fietsen. Zitten, kop houden, zijn. Kijken. En precies op het moment dat je zoiets hebt van... Dit is gewoon helemaal goed. En nog net zo'n spoor. Niet eens een gedachte, zo'n gevoel van... Jongen, al gaat die deur gewoon helemaal niet open. I don't give a shit. Komt u binnen. Zo gaat het. Eerst moest je daar een tijdje zitten om deze druk te maken. Hoor. Deze wil je best deed de hele tijd, weet je wel. De hele hart aan bons nog. Ja, dat willen ze daar niet. Kalm aan.